het hart. Het zal leeg zijn, ben ik zat. Het is een feit, ik wil het kwijt. Bij een meid die mij bevrijdt. Dus dan stel ik maar de vraag. Zeg, hoe geil ben jij vandaag? Ondersteun met lichaamstaal. Bezorg ik ze een warm onthaal. Had ik vrouwen bij de vleet, dan werd er veel gezweet. Daarom stel ik vaak de vraag. Zeg, hoe geil ben jij vandaag? Ben je geil of wil je koekje? Ben je geil of wil je koekje? Oh, je kunt wel blijven dromen. En dan als je dan de boei passeert, dan moet je gigantisch krijsen en juichen. Want anders dan denk ik, dan geloven ze het nog niet. Een koekje van eigen deeg is wat ik gisteren van haar kreeg. Ja, ze vond mijn vraag te gek. Raakte mijn zwakke plek. En dat door die ene vraag. Zeg, hoe geil ben jij vandaag? Ben je geil of wil je een koekje? Ben je geil of wil je een koekje? Oh, je kunt wel blijven dromen. Over wat er nog kan komen. Oh, stel gewoon de vraag. Machtig mooi op de gang. Ben je geil of wil je een koekje? Ben je geil of wil je een koekje? En dan als je dan de boei soms een koekje, koekje. Verkeer je in een staat van seksuele opwinding of wil je lekker nee bij de koffie? Ben je geil of wil je een koekje? Oh, je kunt wel blijven dromen. Over wat?